Ja. Dit is Wie wint het Songfestival op AFM en Hoi FM. Tot 11 uur op AFM en Hoi FM. Wie wint het Songfestival? Hier zijn uw gastheren Hans Meekenkamp en Pierre Frisson. Goedenavond, in het bijzonder onze luisteraars van Hoi FM en AFM. We wisten niet of dit special dit jaar zou kunnen plaatsvinden. Maar we zijn er, en hoe? Ja, we hebben een gevuld programma, maar wat wil je ook anders nu het Eurovisie Songfestival in Nederland is? En Pierre, wat hebben we nog meer? Ja, we zijn hier natuurlijk om de nummers van het Songfestival van dit jaar te beoordelen. En dat doen we door middel van de top 39, samengesteld door de lijstjes van fans die een top 10 hebben opgestuurd. Wit-Rusland is afgevallen, want anders had het een top 40 geworden. Jammer, hè? Ja, Getty, vanavond hoorden wij in het programma nogal een heel vreemd verhaal. Wij zouden met alle deelnemers die ooit aan het Songfestival hebben meegedaan, gewonnen of niet, uitgenodigd worden in Ahoy, omdat beide wonen. En dat is nu eindelijk eens een keer in Rotterdam weer. En nou wordt ons verteld dat als je de 70 gepasseerd bent, dan ben je niet meer welkom, want dan ben je, wat ben je dan? Dan ben je een gevaar voor de, weet ik veel, samenleving. Ja, maar jullie zijn toch gevaccineerd? Ja, hebben de eerste, tenminste wij wel. Mijn Cor en ik wel. Wij hebben ons laten vaccineren na toch een beetje nadenken of je wel of niet moet doen. Maar al met al vind ik dit zo schandalig. Want je moet eens kijken hoeveel mensen er nog leven. Artiesten nog leven die ooit hebben meegedaan aan het Songfestival. Kreetje Kouwveld, Ben Kramer, Willeke Alberti en ga zo maar door. Dus die mogen dus daar niet heen. Alleen maar die onder de 70 zijn. Nou, ik vind het een schande. Het is Wie wint het Songfestival op AFM en Hoi FM. Je krijgt wel zin om te dansen op dit nummer, ja. Er zit ook een hele mooie stem en ze ziet er trouwens ook heel mooi uit. Ah. Onze VIP. Ik ben geen VIP, ik ben gewoon net als jullie. VIP doen we niet eigenlijk. Ja, iedereen is hier VIP. Maar goed, Getty, wat vond jij van de winnaar van vorig jaar? The Roof. Oh, je bedoelt dat wat we net gehoord hebben? Ja. Sorry, ik kan er niks mee.